De ganzoehoedster. Er was eens een koning die een heel lieve dochter had. Het meisje had prachtige gouden haren en stralende blauwe ogen. Alle mensen hielden van haar omdat ze altijd zo vriendelijk en opgewekt was. Hoewel er was iemand die niet van de prinses hield: dat was haar kamermeisje. Het kamermeisje was vreselijk jaloers op de prinses. Ze was jaloers op de mooie kleren van de prinses en op het koninklijke paard uit de koninklijke stallen, waarop de prinses altijd uit rijden ging. Maar waar ze de prinses misschien wel het meest om benijden was, dat ze nooit iets hoefde te doen. Alles, werkelijk alles, werd voor de prinses gedaan. Als de prinses bijvoorbeeld s'morgens opstond, dan liet het kamermeisje haar bad vollopen en deed er badzout in. Het kamermeisje legde de kleren voor de prinses klaar en naaide een knoop aan als die ergens afgesprongen was. Iedere morgen kamde ze de gouden haren van de prinses en als die glanste als de stralen van de zon zette ze het kroontje op het hoofd van de prinses. Ik wilde dat ik een prinses was, dacht het kamermeisje, dan hoefde ik nooit meer iets te doen. Op een dag besloot de koningin dat de tijd gekomen was om een man voor de prinses te zoeken. Dat was nog niet zo eenvoudig, want de koningin vond de beste man nog niet goed genoeg voor haar lieve dochter. Ze liet prinsen uit alle landen, ver en dichtbij, aan het hof komen. De een was te oud, de ander te dik en de derde niet aardig genoeg. Maar eindelijk vond ze toch een prins die ze geschikt vond voor haar dochter. De dag van de bruiloft werd vastgesteld, en toen liet de koningin haar dochter bij zich komen om haar het nieuws te vertellen. De koningin kon het niet helpen dat ze zich wat bedroefd voelde. Ze zou haar dochter heel erg missen. Ik heb een man voor je gevonden, zei de koningin tegen de prinses. Hij is de zoon van een machtige koning en hij woont hier ver vandaan. De prinses knikte. Ze had het al begrepen. Want er waren de laatste dagen tientallen koffers gepakt met haar uitzet, en met goud en met edelstenen. Ze had ook veel nieuwe jurken moeten passen, wat ze erg vervelend had gevonden. Maar nu was alles klaar. Ze zou een lange reis gaan maken, en over een poos zou ze de bruid zijn. Die nacht kon de prinses bijna niet slapen van opwinding. De volgende dag nam de prinses afscheid van haar moeder. Ik heb mijn beste paard voor je laten zadelen. Zei de koningin. Falada heet hij, en hij zal je naar je bestemming brengen. Het is een heel bijzonder paard. Verder heb ik je kamermeisje gegeven om je op je reis te vergezellen. Voor haar staat ook een paard klaar. En tenslotte wil ik je dit zakdoekje geven. Je moet het altijd bij je dragen, want het kan je helpen als je ooit in moeilijkheden komt. De vorige avond had de koningin zich in haar vingers gesneden en drie druppels bloed op een zijden zakdoekje laten vallen. Dat zakdoekje gaf ze aan haar dochter mee. Verlies het niet, waarschuwde ze nog eens. En toen namen ze afscheid van elkaar. Opgewekt begon de prinses aan de lange reis. Het was prachtig weer en ze genoot van alles wat ze zag. De bloemen, de vogels, de vlinders, de konijnen. De prinses was dol op dieren. Voor haar uit reed het Kamermeisje, dat ze nu en dan ontevreden achterom keek. Als ik die mooie kleren van de prinses kon dragen, zou ik er veel mooier uitzien dan zij, dacht het meisje. En dan dat paard, ik kan het niet uitstaan dat zij op zo'n mooi paard rijdt en ik op deze oude knol. Maar ik zal wel iets verzinnen als ik de kans krijg. De prinses merkte helemaal niet dat haar kamermeisje zulke boze plannen aan het uitbroeden was. Ze had het warm gekregen van het rijden en ze wilde graag wat drinken, daarom vroeg ze vriendelijk aan het kamermeisje. Zou je mijn gouden beker willen vullen met wat water uit die heldere beek? Ik heb zo'n dorst. Doe het zelf maar, antwoordde het kamermeisje kattig. Ik heb geen zin om me nog langer voor jou uit te sloven. Wat krijgen we nu? Dacht de prinses verbaasd. Maar toen haalde ze haar schouders op. Ze heeft zeker niet goed te slapen vannacht. Dan doe ik het zelf wel even. De prinses liet zich van haar paard glijden en liep naar de beek. Ze ging op haar knieën zitten en boog zich voorover en schepte met haar hand wat water uit de beek. Toen ze weer op haar paard Valada wilde stijgen, zei het dier: Je kamermeisje is sluw en boos, en jij bent lief en broos. Toch ben ik er zeker van dat ze haar straf niet ontlopen kan. Maak je maar geen zorgen, zei de prinses. Zolang ik het zakdoekje van mijn moeder heb, kan ze niets beginnen. De prinses steeg op en reed onbezorgd verder. Ze was het voorval snel vergeten. Er waren zoveel andere dingen om aan te denken: de lange reis die ze nog voor de boeg had, het vreemde land waar ze zou gaan wonen en vooral de onbekende prins. Tegen de middag kreeg de prinses weer dorst. Zonder er maar na te denken, vroeg ze weer aan het kamermeisje: Zou je zo vriendelijk willen zijn, een beker water voor me te halen? Ik heb toch gezegd dat ik geen zin heb om nog langer iets voor je te doen, antwoordde het kamermeisje brutaal. Doe het zelf maar. Zonder iets te zeggen, steeg de prinses af en liep naar de beek. Ze boog zich over het water en verloor het zakdoekje van haar moeder dat snel wegdreef. De prinses had het niet gemerkt, maar het kamermeisje had het wel gezien. Wacht eens even, zei ze, toen de prinses weer wilde opstijgen. Doe je kleren uit, want ik wil ze aan. Toen pas ontdekte de prinses dat ze het zakdoekje kwijt was. Ze was machteloos. Zie zo, zei het kamermeisje, toen ze de kleren van de prinses aan had. Nu neem ik Valada en jij neemt mijn paard maar Falada begon te bokken, zodat het kamermeisje toch maar het andere paard nam. Toen ze hun doel bereikt hadden en aan het hof aankwamen, deed het kamermeisje net of ze de prinses was. De prins kuste beleefd, maar teleurgesteld haar hand. Hij had gehoopt dat zijn bruid mooier zou zijn. Was dat nou de lieve prinses over wie zijn vader hem had verteld? Ze keek zo ontevreden, vond de prins. En wie is zij? vroeg hij en wees naar de echte prinses. O, mijn kamermeisje, zei het meisje. Ik heb haar meegenomen om een gezelschap te houden, maar ze verveelt me. Ik wil haar niet langer bij me hebben. Laat haar maar in de stal werken of zo. De prins keek naar de fijne handen van de echte prinses en zei, Daar is ze vast niet geschikt voor. Ze kan beter mijn ganzen hoeden. En zo moest de prinses met de ganzen naar de wei. Ze had gezelschap van een brutale jongen die Koert heette. Ik snap niet waarom jij met me mee moet, zei de jongen. Ik kan het best alleen af met de ganzen. Je ziet er trouwens niet naar uit dat je dit werk eerder hebt gedaan. De prinses antwoordde niet. Ze dacht eraan hoe haar kamermeisje nu naast de prins aan de feesttafel zat. Toen de prinses de volgende dag met haar ganzen langs de stal liep, hoorde ze haar kamermeisje juist tegen de prins zeggen: dat paard moet afgemaakt worden, en daarbij wezen op Fallada. Waarom? vroeg de prins verbaasd. Hij is nukkig en onhandelbaar, antwoordde het kamermeisje. Goed, dan gaat het naar de slager, zei de prins. Natuurlijk was de echte prinses verschrikkelijk bedroefd toen ze hoorde dat Fallada naar de slager zou gaan. Kon ik maar naar de prins gaan om hem te vertellen dat ik de echte prinses ben? dacht ze maar dat durfde ze niet. Ze was bang dat hij haar niet zou geloven, en het kamermeisje had gedreigd dat ze haar zou laten vermoorden als ze iets zei. Nee, haar paard kon ze niet meer redden. Maar ze vroeg wel aan de slager of hij het hoofd van Vallada boven de paleispoort wilde hangen. Die avond, toen de prinses terugkwam van de wei, zag ze het hoofd van Vallada boven de paleispoort hangen. Ze zei: "Ach." Waarom heeft ze ons dit aangedaan? Hoe moet dit nu toch verder gaan? En het paardenhoofd antwoordde: Je kamermeisje is sluw en boos, en jij bent zo lief en broos. Laten we toch hopen dat ze haar straf niet zal ontlopen. Koert, die achter de prinses liep, hoorde dit alles verbaasd aan. Wat een vreemd meisje was dat. Ze praatte met een paardenhoofd. En ze kreeg nog antwoord ook. Hij vond het maar griezelig. De volgende ochtend ging het al net zo. Het meisje praatte tegen het paardenhoofd, en weer kreeg ze antwoord. Even later waren ze in de ganzenwei. De prinses ging in het gras zitten en zette haar hoed af om haar haren te kammen. Koert keek zijn ogen uit. Die haren lijken wel van goud, dacht hij. Hij deed een stap dichterbij maar ze zijn van goud. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik zou best een plukje van dat haar willen hebben. Hij stak gretig zijn haar uit, maar de prinses had al lang begrepen wat de jongen van plan was en ze bedacht vliegensvlucht een list. Ze zei: Westenwind, Westenwind, help je mij? Blaas de hoed van Koert over de wei. Dan zal hij rennen, dan zal hij heigen, dan zal hij hollen om hem terug te krijgen. In die tijd kam ik mijn gouden haar en loopt daarbij geen enkel gevaar. En ja, hoor, een windvlaag rukte de hoed van het hoofd van Koert en liet hem tientallen meters verderop weer neerkomen. Koert holde er achteraan en juist toen hij zijn hoed wilde grijpen, blies de wind hem weer een eindje verder weg. Toen Koert zijn hoed eindelijk te pakken had, was de prinses al lang klaar met kammen. Haar hoed had ze ook weer opgezet. Koert was buiten adem van het harde lopen. Voedend keek hij naar de prinses. Ik krijg je morgen nog wel, mompelde hij. Wacht maar! De volgende dag gebeurde er precies hetzelfde. De prinses ging in het gras zitten om haar haren te kammen. Hebberig kwam Koert weer dichterbij. De prinses riep de wind te hulp en het volgende ogenblik holde Koert weer achter zijn hoed aan. Koert besloot dat het tijd werd om de koning in te lichten over de merkwaardige ganzenhoedster die hij in dienst had genomen. Met zijn hoed in zijn hand maakte hij een diepe buiging en vertelde alles. De koning luisterde aandachtig, terwijl hij met zijn vingers langs zijn snor streek. ''Inderdaad merkwaardig, wat je me daar vertelt, jongeman,'' zei de koning, ''en nu je het zegt.'' Ik vind ook niet dat ze eruit ziet als een gewoon meisje. Ik zal deze zaak grondig onderzoeken. Zo kwam het dat de koning de volgende dag voorzichtig achter de ganzenhoedster aansloop naar de ganzenwei. De koning hoorde hoe de ganzenhoedster met het paardenhoofd sprak. Vervolgens zag hij hoe de hoed van het hoofd van Koert gerukt werd door een onverwachte windvlaag. En hij zag ook dat de haren van het meisje van puur goud waren. De jongen heeft gelijk, mompelde de koning. Deze ganzenhoedster moet wel een uitzonderlijk meisje zijn. Aan het eind van die dag liet de koning de ganzenhoedster bij zich komen. Vertel eens, meisje, zei de koning vriendelijk, wie ben jij? Wie zijn je ouders en waar kom je vandaan? De ganzenhoedster maakte een diepe buiging en zei: Sire, ik zou graag antwoord op uw vragen willen geven, maar ik kan het niet. Het zou me zelfs mijn leven kosten als ik het u zou vertellen. Geen levend wezen mag weten wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ze had tranen in haar ogen. Ik zie dat je graag je hart zou uitstorten, zei de koning. Als je je geschiedenis aan geen levend wezen mag vertellen, waarom zeg je dan niet alles tegen de haard? Dat mag toch wel? Dat deed het meisje. Ze was blij dat ze haar hart kon luchten, al was het tegen de haard. Ze vertelde de haard dat ze de prinses was en dat de bruid die in de feestzaal danste een bedriegster was. Ze vertelde nog veel meer: ze wist niet dat de koning stilletjes naar de daktuin van het paleis was gegaan en dat hij met zijn oor tegen de schoorsteen aangedrukt alles kon horen. En toen de koning alles wist, liep hij vlug weer naar beneden. Hij nam de arm van de echte prinses en begeleide haar naar de feestzaal. Het kamermeisje slaakte een kreet van schrik toen ze zag wie er binnenkwam. Ze vluchtte het paleis uit en niemand heeft haar ooit teruggezien. De prins was dolblij toen hij zijn echte bruid zag. Ze was nog veel mooier en liever dan hij zich had voorgesteld. Er werd een geweldig feest gehouden die avond. Er werden grote schotels binnengebracht met het heerlijkste eten en het bruidspaar danste tot diep in de nacht.